Hallo allemaal, ik ben Iris van Mama Botanica en zoals jullie weten hou ik heel erg van planten. Daarom ben ik momenteel in Costa Rica, in het tropische regenwoud van Costa Rica, om te kijken hoe onze kamerplanten in de natuur groeien en ook om te kijken of we nog meer kunnen leren over hoe we ze thuis extra mooi en gezond kunnen houden. Ik ben nu 3 weken lang bij Stichting Work with Nature om meer te leren over de natuur hier. Ik ben nu 3 weken lang bij Work with Nature om diep de jungle in te gaan. En in deze video laat ik graag heel erg veel mooie planten zien. Maar laat ik je ook zien wat Work with Nature doet om de natuur hier in Costa Rica te beschermen. Heel veel van onze kamerplanten komen van nature uit Midden-Amerika. Denk aan de monstera, philodendrons, diefenbachia, spatifilum. De lijst is echt eindeloos. Dus het is echt de perfecte plek om die planten in de natuur op te gaan zoeken. Maar dan is het natuurlijk ook wel heel erg belangrijk dat die natuur beschermd wordt. Dat die planten verder kunnen groeien, nog raardere soorten kunnen ontwikkelen. Dus daarom vind ik het werk van Work with Nature heel erg belangrijk. En laat ik jullie daar graag wat meer van zien. Work with Nature is een Nederlandse stichting die in Costa Rica oerwoud beschermt, herbebost en onderzoekt. En 3 weken lang heb ik bij hen vrijwilligerswerk gedaan, zoals bomen planten en bomen opmeten en dieren tellen. En ik heb Maarten, een van de initiatiefnemers, geïnterviewd om meer te horen over wat ze doen en hoe ze precies het oerwoud beschermen. Het is belangrijk om het regenwoud te beschermen omdat het een hele bijzondere magische plek is. Die los van de intrinsieke waarde die het heeft ook het thuis is van heel veel soorten planten en dieren. Die alleen maar in het regenwoud voorkomen. En zodra het regenwoud zelf verdwijnt, dan verdwijnen die dieren. Want die zijn afhankelijk van het bos om te kunnen bestaan. Het regenwoud in Costa Rica is extra biodivers en extra rijk. Het zit in de top 20 van de meest biodiverse plekken van de wereld. Wat betekent dat de soortendichtheid, gekeken over alles bij elkaar, dus de schimmels, de planten, de dieren, dat die hier een van de hoogste is ter wereld. Het is belangrijk om hier grond aan te kopen om het te kunnen beschermen, want er zijn hier allerlei problemen die spelen met habitatvernietiging op allerlei manieren. En dat zijn grote monocultures. Hier in de buurt is dat veel banaan. Maar in andere delen van Costa Rica is dat koffie, ananas, een palmolie. En daar worden grote stukken regenwoud gekapt om plaats te maken voor uitgestrekte velden met monoculturen. Dus het voorkomen van totale vernietiging, maar ook selectieve illegale houtkap en stroperij zijn 3 zaken die wij willen voorkomen door onze eigen reservaten aan te kopen en actief te beschermen. Er zijn ontzettend veel soorten planten en dieren te vinden in ons reservaat. Maar het is nauwelijks te zeggen hoeveel precies. Sommige soortgroepen zijn makkelijk te inventariseren en dat is wat wij hier ook doen met studenten. We gaan het bos in en we gaan op onderzoek uit wat leeft er nou eigenlijk in ons reservaat. Dan kijken we vooral naar de soorten die behapbaar zijn voor studenten en voor onszelf. Dus vogels, zoogdieren, kikkers, hagedissen, vlinders. En dat zijn flinke aantallen. Onze stichting die loopt volledig op donaties. En wat het leuke is, is dat als mensen bij ons een donatie doen, dan worden zij eigenlijk een beetje mede-eigenaar van het reservaat. Dat betekent dat als je een donatie geeft aan de stichting, dat je precies weet waar die donatie besteed wordt, waar het regenwoud beschermd wordt. Wij kunnen vierkante meter aankopen voor €2,50 en daarmee ook langdurige bescherming garanderen. Dus een deel van de donatie die iemand aan ons geeft, die gaat direct naar de aankoop van een stuk regenwoud. En een deel blijft hier, zodat wij hier een project kunnen draaien en mensen kunnen betalen die het bos bezoeken.
zodat we kunnen zien dat er niet illegaal gekapt wordt of dat er gestroopt wordt en dat soort zaken. Dus ja, onze stichting is meer dan alleen de vrijwilligers die in Nederland proberen het geld bij elkaar te harken voor het aankopen van regenwoud. Het is eigenlijk ook een grote club van mensen die allemaal via meestal kleine donaties ondertussen al 130 hectare hebben veiliggesteld voor die gevaren. Dus dat is mooi als donateur wat je mede-eigenaar, partner in crime. Dat is heel bijzonder om samen met Work with Nature echt diep de jungle, diep hun reservaat in te kunnen gaan. En daar ben ik ook echt nog op zoek gegaan naar onze kamerplanten om te zien hoe ze in het wild groeien. En daar is een hele nieuwe serie uit voortgekomen die vanaf volgende week online komt. En ik heb natuurlijk nog meer naar Costa Rica gereisd en enorm veel overweldigend mooie natuur gezien. En wat ik vooral heel bijzonder vond was de enorme hoeveelheid epifieten die hier groeien. Dat zijn planten die in de bomen groeien, dus tussen de takken van bomen of de boomstam. En die doen de plant geen schade aan, die gebruiken alleen als plek om te leven. En dan leven ze van het vocht wat in de lucht hangt. Heel erg bijzonder om te zien, vooral om te beseffen dat je niet naar één boom kijkt, maar gewoon zo 20 verschillende soorten op één plek ziet groeien. En je vond ook overal van die airplants die dan uit de bomen waren gevallen op de grond. Mocht ik helaas niet meenemen, maar was wel heel leuk om te zien. En de natuur was, zoals je begrijpt, hier in Costa Rica echt overweldigend. En ik vond dan ook heel erg bijzonder om onze kamerplanten in het wild te spotten. Wil je die serie ook zien over de kamerplanten in het wild? Bijvoorbeeld over de monstera, over de dievenbachia's en calathea's die hier allemaal in het wild groeien. Volg me dan op YouTube of Facebook voor die video's, die komen eraan. En als je meer wil zien van de plantjes, hoe ze bij mij thuis groeien, dan kan je me volgen op Instagram voor foto's van de plantjes. En dit was een klein kijkje in mijn reis in Costa Rica. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En ik zie je graag bij de volgende video weer. Oh, mug.